Michel Vonk, van harte gefeliciteerd. Na Fortuna had ik een beetje hetzelfde gevoel als nu. Strijd, 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 publiek erachter en dan gaat het uiteindelijk vanzelf. Nou, het gaat niet vanzelf. Bloed, zweet en tranen. Ja, ik ben erg blij met die jongens zo gestreden hebben en uiteindelijk niet zo heel veel weg hebben gegeven. Ik vond dat we de wedstrijd wisselvallig begonnen. Wel de intentie om druk en de tegenstander moeilijk te maken. We waren daarin niet zo gelukkig in balbezit. We komen wel goed op 1-0. Goeie goal. Alleen we hebben wel wat ballen, wat slordig. Wat passing en balverlies. Omschakeling waren we slordig. Maar Cambuur creëerde eigenlijk niet zoveel. En de rode kaart, ja, dat doet de wedstrijd wel heel anders invullen. Dus. Maar een groot compliment dat Cambuur ook na de rode kaart niets meer wist te creëren. Ja, nou, is natuurlijk, de tweede helft heb je gezien hoe ze gestreden hebben om dat voor elkaar te krijgen. En daar ben ik ook heel blij mee. Want ja, als ploeg moet je dat wel doen. En, we wisten dat het moeilijker zou worden, maar we hebben wel gevochten voor elke meter en niks weggegeven. Hoe zie je dat als trainer? Dat als je met een mannetje minder komt te staan, blijf je dan hameren op voetballen? Of zeg je dan nee, knokken en we gaan het knokkend over de streep trekken? Nou, beide. Je weet dat je wel iets meer moet doen in het balverliesverhaal, omdat je een man minder speelt. Maar ik vind dat er wel mogelijkheden lagen om op het moment dat we de bal veroverden, dat deden we regelmatig, om daar iets meer mee te doen. Ja, en dat is dan ook wel wat je dan eventueel als kritiek kan hebben, dat je misschien langer de bal moet vasthouden en dat je je ploeg wat meer rust geeft aan de bal. Maar ik vond dat we prima op 2-0 kwamen en eigenlijk misschien wel op 3-0 hadden kunnen komen. Dus, over de 2-0. Ik geloof dat Steve Nieuwenaal onderweg aan die 2-0, ik geloof 29 keer in zijn knieholt is geschopt. En nu voor Gokkie in de kleedkamer ligt. Wat is met hem? Ja, ik kon niet goed zien, want er liepen een paar spelers tussen wat er nou exact gebeurde. Maar ja, dat hij er uiteindelijk in ging, dat was het mooiste. Maar hij heeft wel tot schade opgelopen. Ja. Dus moeten we even wachten hoe dat allemaal eruit komt. Schade waar aan? Nou, hij ligt nu plat. Dus jij zei zijn knieholte, maar volgens mij was het zijn hoofd. Dus dat was een beetje duizelig. Dus, Hoe is het voor jouzelf in deze week? Je wint twee keer, jouw contractverlenging wordt bekendgemaakt. Hoe is het lekker dan voor jezelf dat deze derde wedstrijd ook gewonnen wordt? Nou ja, goed, het verlengen van mijn contract betekent dat de club vertrouwen in mij heeft. De manier van werken, de manier van omgaan met de spelers en de club. Nou, dat geeft vertrouwen naar mij en dat is een goed gevoel. En natuurlijk is het leuk als je dat kunt bekronen met weer een overwinning. Maar de overwinning is natuurlijk op zich belangrijk voor de stand en voor de ploeg. Maar begreep jij dat bij sommige mensen de wenkbrauwen een beetje overeind gingen van hey, Michel Vonk tekent bij? Dat zou kunnen, ja. Maar goed, niet iedereen weet hoe wij werken en hoe hard wij werken elke dag met de spelers. Wat we ervoor doen. En nou, dat heeft de club wel gezien. Dus die waren eruit. Dus. En dan is dit wel een lekkere bevestiging? Ja, tuurlijk. Dat is altijd mooi. De tweede periode. Die wil jij winnen, dat begrijp ik. Maar als je gewoon goed blijft meedoen, dan hou je sowieso die play-offs wel. Of vind jij toch, die tweede periode moet gepakt worden? Ja, ik vind niet dat we blind moeten staren op de periode. Je weet dat je wel 5 keer thuis speelt. Dus die wedstrijden moet je sowieso goed voor de dag komen. En dat helpt je dan ook wel weer in de race voor de periode. Maar ook in de race voor de play-offs. Want uiteindelijk kan je ook door plaatsing kan je de play-offs halen. Nou zou het nog mooier zijn als deze wedstrijd, deze goede wedstrijd, wordt vervolgd met een goede uitwedstrijd. En daar heeft het Sparta in het verleden wel eens aan ontbroken, hè? Ja, ik vind dat we na vorige week hebben we iets laten zien. Ik zeg ook vandaag, je moet weer door. Hè, en dat moeten we nu ook naar AGOVV doen. En het zou zonde zijn om daar een heel ander Sparta te zien. Ik denk dat het wel in de ploeg zit nu dat we dat daar ook goed willen doen en punten willen halen. Hoe doe je dat? Laat je ze morgen naar deze wedstrijd kijken, 90 minuten lang? Nee, die jongens hebben morgen een vrije dag. Want het was wel een aardig weekje zo, met 3 wedstrijden in 1 week. Nogmaals gefeliciteerd. Dank je wel.